Eén, van harte goedemiddag. We zijn in de politieacademie en we gaan dus dan een live uitzending doen van de persconferentie van de politiebond. U weet, de afgelopen tijd is er zoveel gezegd over de politiebond. De vicepresident is gisteren nog uitgekomen en heel wat uitspraken zijn gedaan. Ze eisen dat de minister van Justitie en Politie moet opstappen. Dat is de eis van de politiebond. En de vicepresident is duidelijk daarover. Dat zal niet gebeuren. Nou, we weten niet wat ze allemaal gaan zeggen vandaag. We zijn bij de persconferentie. We zullen dus dan proberen u, u dat ding te brengen. We gaan ook vragen stellen. In die chat mag je dus dan ook vragen sturen. En als ze relevant zijn, dan willen we dus dan die vragen ook stellen aan de mensen van de politiebond. We gaan nu, want ze zijn al gestart, we gaan nu naar de persconferentie. Dankjewel, secretaris. Ja, wanneer er zaken zijn, dan moeten die besproken worden. En wij onderkennen dat wij als politievakbond een bijzondere taak in de samenleving hebben. En daarvoor hebben we niemand nodig om ons uit te leggen hoe bijzonder we zijn. Omdat we ook in de samenleving leven, we zijn ook deel van de samenleving. En zoals uw zaken naar voren zijn gebracht, wij van de politievakbond zitten niet te wachten om te staken. We hebben een constitutionele taak en dat is de samenleving dienen. En dat zullen we ten alle tijde met alle ten dienste staande middelen en alles dat wij hebben zullen we doen. En dat verzekeren we de samenleving. Zoals u weet, dit leven we in een democratische rechtsstaat. We gaan naar de stembus, we kiezen een regering en de regering die formeert en de president die benoemt ministers. Dat is ook 2 jaren terug het geval geweest en werd de heer Kenneth Amoksi aangesteld als de minister van Justitie en Politie nadat de heer Stuart Getrouw een hele goede job had gedaan op dit ministerie. Vanaf het aantreden van de heer Kenneth Amoksi hebben wij onder leiding van de toenmalige voorzitter Dr. Azraoui Hellings duidelijk gezegd van minister, welkom, welkom thuis. We zijn blij dat u er bent en wij zullen u helpen om dit ministerie te leiden. De minister heeft echter een ander pad gekozen en heeft adviseurs aangetrokken die voor hem uit de dienst zijn gegaan, waardoor de minister een gap van 10 tot 15 jaar heeft. En op basis van de zaken van 2010 en daarvoor wordt getracht het ministerie het korps te draaien, waardoor het niet lukt. Wij van het bestuur, toen ook onder leiding van Hellings, hebben alles eraan gedaan, samen met de toenmalige korpschef meneer Prade, om de minister te helpen om het korps goed draaiend te houden. Die minister die had een heel andere agenda en heeft nooit naar ons willen luisteren. We hebben verschillende brieven geschreven naar de minister en op een gegeven moment ging hij ook niet meer reageren. We hebben ook naar de president geschreven, we kregen ook geen reacties. En dat is de reden waarom we op 20 mei 2021 op straat waren. We waren op straat. En op diezelfde dag hebben we een overeenkomst met de staat getekend. Heel wat zaken zijn overeengekomen. En ik mag u vertellen dat wat die zaken betreft 95% niet zijn gerealiseerd. En we zijn doorgegaan, brieven geschreven naar de vicepresident, naar de president. En het mag niet baten. Met betrekking tot het functioneren van de minister hebben we ook zeker 3 keer een brief naar de president gestuurd. Hebben we ook met de president gepraat. En de president die heeft in bijzijn van het bestuur duidelijke instructies al de keren gegeven aan de minister. En ik moet u zeggen dat de minister in alle facetten
alle competenties ontbreekt om die zaken in orde te maken. En de wil die ontbreekt ook. En dat maakt dat zaken niet worden gedaan. U, de samenleving, u ziet het ook. U ziet de berovingen, verkeerscriminaliteit, de andere zaken. En u ziet hoe de zaken zijn, hoe de zaken lopen. En u bent ook niet veilig. Ik ben ook niet veilig thuis. En die zaken hebben geresulteerd in het feit dat de politieambtenaren het vertrouwen hebben opgezegd in de minister. Goed, dat is gebeurd. En we hebben een aantal leden van ons gezien die zijn getogen naar het kabinet van de vicepresident. Om daar aan te geven dat ze niet eens zijn met het besluit. Heel mooi is het dat die leden vandaag hier ook op de ALV waren. Want ze zeiden van, op de eerste ALV was het besluit genomen door maar 90 mensen. Maar op de ALV van vandaag hadden we bijkans 500 leden. Het bestuur heeft dan weer gemeen om hetzelfde weer in stemming te brengen. En uit de bijkans 500 mensen hebben 10 mensen tegengestemd. Dat wil zeggen dat uit de 500 slechts 10 mensen nog vertrouwen hebben in de minister. Eén man heeft zich onthouden van stem en bijkans 500 mensen hebben gezegd, wij hebben geen vertrouwen meer in minister Amoxi. We hadden ook een opdracht van de ALV en dat is om het besluit van de ALV mede te delen aan de president. En dat hebben we ook gedaan. We hebben een brief gestuurd naar de president. En ik mag u vertellen dat we de volgende dag gelijk aan tafel zijn gegaan met de president. De president heeft toen het voorstel gedaan. En heeft ons ook in niet minste verstaande woorden uitgelegd hoe moeilijk het heeft om een politiek besluit te nemen. Maar dat het een zeer duidelijk signaal is. En dat het echt gevaarlijk is wanneer zo'n belangrijk bond het vertrouwen opzegt in de minister. In andere samenlevingen en heel veel gerespecteerde mensen die zouden dan zelf bedanken omdat men geen vertrouwen meer in hun hebben. Maar hier zien we het anders. Niemand heeft vertrouwen, maar men probeert te blijven. Met wie ga je dan werken? Goed, de president heeft geprobeerd om het vertrouwen te herstellen. En tijdens het bestuur is het duidelijk aangegeven dat wij anders daarover denken, maar dat we het zouden voorstellen aan de ALV. Dat hebben we gedaan. Dat is weer afgewezen. Het blijft erbij. De politieambtenaren die hebben geen vertrouwen meer in minister Kenneth Amoxi. De president heeft ons gevraagd, dan wel een beroep op ons gedaan om de ALV te vragen om een beleidsadviseur op het kabinet van de president te stellen. Die zich zal belasten met zaken KPS, dan wel de bond rakende. Met andere woorden, wij van het bondbestuur gaan niet meer met minister Amoxi praten, omdat voor ons duidelijk is dat hij in alle facetten incompetent is om het werk te doen. En dan zullen wij met degene die de president zal installeren, dealen om de zaken gedaan te krijgen. Ik mag je wel vertellen dat, hoewel de minister braaf kon vertellen bij IBC dat er 200 resoluties zijn getekend, dat zelf niet het vrucht van de minister is. Begrijpt u? Het is zaak van de minister van Buitenlandse Zaken en minister Abia Mofo. Zij hebben werk ervan gemaakt dat de resoluties in 3 dagen zijn getekend. De resoluties die de minister in 2 jaar niet heeft kunnen tekenen, hebben de minister Albert Ramdien en Abia Mofo in 3 dagen kunnen tekenen. En dan komt hij wel mooi vertellen van 200 resoluties zijn getekend. En ja, ik wil me niet daarover uitweiden. Maar dat is de zaak. En we hebben het voorgehouden aan de ALV. De ALV is eens gegaan. Met natuurlijk een nuancering erop dat wij van de bond niet iemand moeten voorstellen. Maar dat de president iemand moet voorstellen en in samenspraak met de bond. Dan die persoon moet benoemen tot beleidsadviseur rakende zaken KPS en de politiebond. Ik mag u vertellen dat
zulks met op één stem na unaniem is aangenomen. En dat wij daarmee weer naar de werkgever zullen stappen om hun mede te delen wat de ALV heeft besloten. Ik geef het woord aan de secretaris, die misschien het een en ander heeft om aan te vullen. En als u vragen heeft, dan kunt u dan die stellen. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil gewoon alleen even aandikken bepaalde zaken die in feite hebben geleid tot dat besluit. Ja, de voorzitter die zei het daarnet al. U weet nog, vorig jaar mei, dat is 20 mei 2021 dus, kwam de politiebond op een bepaald moment over straat. Er zijn daarbij enkele harde eisen gesteld toen. Hetgeen heeft geleid tot harde afspraken die werden gemaakt met de werkgever. En een aantal van die zaken, en ik wil het toch wel even wederom voor u stressen hoor, omdat het er niet op moet lijken dat wij als politiebond gewoon plotseling op een blauwe dag zijn opgestaan en het vertrouwen hebben opgezegd in die minister. Er waren dus afspraken gemaakt dat voor 1 juli 2021, dat was vorig jaar dus, enkele zaken zouden worden aangepakt. Of althans moesten zijn opgelost. Voor 1 juli 2021 zouden de verschillende opleidingen beginnen. Eén, het opstarten van een bachelor politiekunde. Die moest voor 1 juli starten. Die opleiding is tot nu toe niet gestart. De basispolitieopleiding die zou ook moeten starten voor 1 juli. Die opleiding is pas gestart maandag 22 november. Ja? Dus ook goed te vermelden dat die recruten tot nu toe nog niet zijn gekleed. Ze kunnen nog niet beschikken over een uniform. Pas gisteren zijn de laatste uniformen geleverd. Dus ik denk dat ze pas over een week helemaal zijn gekleed. Een kaderopleiding die moest ook starten voor 1 juli. Die opleiding is nog steeds niet aangevangen. Een officiersopleiding die moest ook starten voor 1 juli. Een module hulpofficier van justitie van die inspecteursopleiding die is vorige maand pas aangevangen. Het ondertekenen van bevorderingsbeschikkingen en resoluties. Ik moet u zeggen dat bij nagenoeg elke bespreking waar wij naartoe gingen als politiebond, dat vooral dit punt met betrekking tot de beschikkingen en de resoluties werd aangehaald. U moet weten, wanneer je wordt bevorderd, moet je dus dan zo'n beschikking krijgen, een bevorderingsbeschikking of een bevorderingsresolutie. Zolang dat niet in orde is, is jouw financiële rechtspositie niet geregeld. Ik kan u een voorbeeld geven van mij. Ik had al 3 sterren, dat wil zeggen ik was al 3 bevorderingen voorbij en ik kreeg nog steeds het salaris van een onderinspecteur. Van mij is pas eind vorig jaar geregeld. En dat is met een aantal van onze politiemensen het geval. Dat ze worden bevorderd, maar ze krijgen de bijbehorende beschikking of resolutie niet. En u moet weten, ja, wanneer politiemensen werken en ze dat geld ervoor niet kunnen krijgen, trouwens niet alleen politiemensen hoor, ik neem aan elk weldenkend mens. Ja, wanneer je werkt, ja, verwacht je natuurlijk ook de financiële vergoeding ervoor. Maar wanneer je op een bepaald moment ziet dat om een beschikking, een simpele beschikking of een resolutie, dat je daarin financieel ernstig wordt geschaad, dan begrijpt u hoe dat allemaal van invloed is op die politieambtenaar. En hoe dat natuurlijk ook van invloed kan zijn op de man zijn performance. U begrijpt daarom ook dat deze mensen elke dag naar het bestuur van de Surinaamse politiebond toekomen om ze te vragen van faf de beschikking, faf de resolutie. Dus bij elke bespreking waar we naartoe gingen, werd het aangehaald. Alle soorten clusterteams werden ingesteld, alle soorten commissies werden ingesteld, alle soorten werkgroepen die steeds ernaar zou kijken. Het komt maar niet van de grond. En wat zien we nu? Dat er plotseling, dat het overnight wel in orde kan worden gemaakt door een ander cluster van ministers, van meneer Abiyamofo en meneer Ramdin. Dat het plotseling wel kan. En dat het 2 jaar lang niet heeft gekund. Daarnaast hadden we dus ook gevraagd dat de onderhandelingen met betrekking tot het wensenpakket voor 1 juli zou aanvangen. Ook dat is nooit gerealiseerd. We hebben pas enkele maanden geleden over enkele toelagen gesproken, waarover overeenstemming is bereikt. Terwijl dat wensenpakket van ons dat jaren is ingediend, zie de vorige regering, maar daarna ook bij deze regering is ingediend, dat we nog steeds niet kunnen beginnen met die onderhandelingen.
Verder ook nog was er afgesproken dat 1 januari 2022 een nieuw politieuniform zou worden geïntroduceerd. Tot nu toe weten we nog steeds niet wat de status is daarvan. Maar ook het huidige uniform. Politiemensen kunnen nog steeds niet beschikken wanneer, over het uniform. Het grijs uniform, schoeisel, sokken, hoofddeksels. Daarnaast ook nog de werkomstandigheden. Computers, meubilair, stoelen, tafels waarop gewerkt moest worden. Het zijn zaken die allemaal sinds vorig jaar, voor 1 juli, er waren afspraken gemaakt dat die zaken zouden worden aangepakt voor 1 juli. We zijn een jaar verder. We hebben goede afspraken gemaakt, niets ervan terechtgekomen. Ik begreep dat op een bepaald moment de maat vol is. Vandaar dus dat op een gegeven moment de voorzitter van de Surinaamse Politiebond bij de laatste bevordering die hier was, in een interview met een lokaal medium heeft gezegd: er is een aankomende veiligheidscrisis. Ja? En we hebben aangegeven waarom wij zeggen er is een aankomende veiligheidscrisis. Omdat wanneer je op een bepaald moment als politieambtenaar bepaalde zaken niet meer kan garanderen, gewoon omdat die middelen er niet zijn, 20 mensen moeten op 1 computer werken, 20 mensen moeten op een station op 1 stoel zitten. Je begrijpt, er is geen kleding, er is geen schoeisel. Hoe moet die politieman werken? Hoe moet die veiligheid worden gegarandeerd? Vandaar dus dat wij hebben gezegd toen, er is een veiligheidscrisis op komst. En daarom hebben wij dat op agenda geplaatst en hebben we daarover gesproken. En aan de hand daarvan is het besluit gekomen dat wij hebben gemerkt dat praten op een bepaald moment geen zin meer heeft. En toen heeft de ALV besloten, unaniem toen, ja, dat het vertrouwen in die minister werd opgezegd. Dat is de reden waarom wij dat hebben gedaan. Wij hebben ook in het schrijven naar de president aangegeven dat het niet de bedoeling is van ons om welke gezagsdrager dan ook onaangenaam te zijn. Toch? Maar wanneer wij merken dat de belangen van onze leden niet worden behartigd, dan begrijpt u dat wij geen andere keuze hebben dan dat besluit van die ALV naar de president te brengen. En dat hebben we dus ook gedaan. En daarna hebben wij daarover gesproken. We hebben ook duidelijk toen aangegeven dat de basisuitrusting van bijvoorbeeld de mobiele eenheid van de politie. U als pers, u zult het ook wel hebben gezien bij die protestacties laatst. Dat de mobiele eenheid daar stond voor de betogers. En hoewel het vrijdag aan toe ging, ja, maar u heeft gezien dat de mobiele eenheid daar stond zonder uitrusting. Tijdens die ALV hebben we toen ook gezegd, de mobiele eenheid die rijdt voorlopig niet uit zolang die uitrusting niet in orde is. Omdat die mobiele eenheid voor de betogers stond in die frontlinie, zonder de uitrusting, terwijl op het terrein van het kabinet van de president er wel een militaire eenheid stond met een complete ME-uitrusting. U begreep dat dat niet kan. We hebben dus toen gezegd, wij halen de stekker ook eruit voor die politiezorg die niet beschikt over de politieuitrusting om dat werk tijdens protestacties te doen. Toen wij naar de president zijn gegaan, hebben wij dus ook aangegeven van ja, net zoals die militairen die uitrusting kunnen gaan halen daar zo bij I Am Gold ergens waar dat ding ligt, laat het ook halen voor onze politiemensen. En dat is dus ook gebeurd. De president die heeft in elk geval daarvoor gezorgd dat dat is gebeurd. Dus zo zijn er tal van zaken, hoor, mensen. We kunnen eigenlijk de hele dag hierover praten. We kunnen weken hierover praten over problemen die wij hebben. Toch? Maar de meest basale dingen die wij hebben gevraagd, die op een makkelijke manier kunnen worden opgelost, die werden maar niet opgelost. En dat heeft ertoe geleid dat dit besluit is genomen. Had u nog een aanvulling? Goed, dat is dus in grote lijnen. U heeft de gelegenheid om uw vragen te stellen. En wij zullen daar zo goed als mogelijk antwoord op geven. Vragen? Zijn we zo duidelijk geweest? Zijn we echt zo duidelijk geweest? Toch wel een vraag van deze kant uit. Mike, waar is die Mike? Waar maar niet. Okay. Soundman. Oké, wat wordt het wel? De politiebond heeft het vertrouwen opgezegd in de politie. En ja, de andere bonden bij de brandweer, DDS, KPA, de rechter van de man, hebben nog steeds het vertrouwen in de minister, zo begrepen. Ja, dat zal de minister blijven functioneren.
familie dat het een bijzondere situatie is om andere bonden en andere instanties wel met de minister te vergaderen en willen zitten, maar alleen de politiebond. Kijk, wij hebben sowieso een overeenkomst met de overige veiligheidsbonden dat wij zouden samentrekken wanneer het gaat om gemeenschappelijke zaken. Toch? Wanneer wij op een bepaald moment als entiteit, als SPB zelf zien van bij ons houdt het op dit moment en de overige bonden nog zeggen van zij hebben er nog vertrouwen in, als zij op een bepaald moment een bepaald model vinden hoe zij dat nog kunnen doen om hun belangen te redden, dan mogen ze dat natuurlijk. Toch? In dat overleg zitten we nog tot op dit moment. Ja, maar voor wat dit punt betreft heeft onze ALV dit besluit genomen dat wij dat vertrouwen niet meer hebben. Toch? En dat wij dus dan een ander model gaan volgen waarop de belangen van onze leden het best behartigd kunnen worden. Kijk, ik weet niet of je dat heeft gemist. Wij zijn gisteren uitgenodigd door de president. En toen wij daar aankwamen, hebben we dus natuurlijk, dat schrijven had de president natuurlijk al, dus we hebben gesproken over de problemen. En dat er een enorme deuk dus is in dat vertrouwen en dat het dus in feite niet meer mogelijk is om dat vertrouwen te herstellen. De president heeft dus op een bepaald moment aangegeven dat hij een middenweg zoekt. Toch? Omdat vanwege de zwaarte van dat politiek besluit, toch, want hij zit in een coalitie, hij alleen kan dat besluit niet nemen. Toch? Dus vanwege de zwaarte van het politiek besluit heeft hij voorgesteld om voorlopig een mediator aan te stellen. Toch? Laten we het zo noemen, een mediator. Dat de politiebond iemand voordraagt die op het kabinet van de president wordt aangesteld als beleidsadviseur. En dat op een bepaald moment dus dan die communicatie van de Surinaamse politiebond zal verlopen via die mediator naar de president en dus in feite rechtstreeks die problemen van de Surinaamse politiebond aan de president rapporteert. Met dien verstande dat alvast voor een maand zal gebeuren om te kijken hoe dat werkt. Toch? En indien in de tussentijd toch een politiek besluit volgt dat er een andere minister zou komen, dan komt dat natuurlijk te vervallen. Als dat ook niet gebeurt, dan zullen we dus na een maand gaan kijken wat er verder gaat gebeuren wat betreft die communicatie van de Surinaamse politiebond naar het bevoegd gezag toe. Duidelijk? Dus de president heeft aangegeven dat de Surinaamse politiebond iemand voordraagt. Maar ik moet u wel meegeven dat de ALV wel heeft beslist van luister, we kunnen wel eens zijn met het besluit om een mediator aan te stellen, maar dat die mediator door de president zelf moet worden aangesteld en niet door de politiebond. Waarom? De ALV heeft dat besloten. Ze vinden van het is beter dat de president dat dan zelf iemand aanwijst. Dan konden wij ook een minister aanwijzen. Toch? Het blijft hetzelfde toch? Het blijft wel hetzelfde. Want jullie hebben nu gevraagd, maar jullie hebben vertrouwen op de minister. En de president zegt van, we hebben nog een oké, sorry, dat is jullie zaak. Ik heb hem aangesteld en dan houdt het op. Luister, wij hebben niet gevraagd om de vervangingen. Er is een verschil. Het is zo in de media verschenen. We hebben het vertrouwen opgezegd. Dat wij geen vertrouwen er meer in hebben dat deze minister onze belangen kan behartigen. Maar we hebben niet geëist dat de president de man moet vervangen. Er is een verschil daarin. Dat is des president. Het is zijn bevoegdheid. Snap je dat? Er is een verschil daarin. Hè? We hebben er geen vertrouwen meer in dat hij dat kan doen. Maar wij hebben niet de bevoegdheid om die minister weg te halen. Toch? Dat is des president. Toch? Maar we hebben in elk geval een signaal gegeven van luister, wij hebben er geen vertrouwen meer in, omdat wij hebben gezien de afgelopen 2 jaar dat in die samenwerking bepaalde zaken gewoon niet kunnen worden gerealiseerd. Het is altijd van, we gaan het bekijken of we gaan een commissie instellen.
Ja, er was zelf nog een keer een grap gemaakt. Minister, hoe oud bent u? Wacht, ik ga even een commissie in het leven roepen om te kijken hoe oud ik ben. Maar dat was een grapje dat was gemaakt. Hè. Ja. Dus wij hebben dus nu dat voorstel van de president gebracht naar de ALV. Wij gaan nu dat besluit van die ALV wederom brengen naar de president. En dan gaan we daarover afspraken maken hoe wij dat gaan doen. Ja. Ja. De recruiter is een volwaardige lid van de Surinaamse Politiebond, contribuerende lid. Zodra je binnenkomt, dan teken, ja. Heb je de keuze om te bepalen om al dan niet lid van de Politiebond te worden. Het is ook de reden waarom de minister toen ermee is gaan dralen om die lichting niet naar binnen te brengen. Omdat de minister toen van mening was dat die recruiter voor de vernieuwingsbeweging zou stemmen. Maar desondanks dat hebben we 77% van de stemmen behouden. Maar zodra je naar binnen komt, krijg je een overeenkomst aangeboden. Je mag het lezen en als je eens bent, dat teken je om lid van de bond te worden. Overigens, die mensen die in de media toen zijn gaan klagen dat ze niet eens waren, waren vandaag ook op de vergadering. En om hun heb ik ook dan hetzelfde weer in stemming gebracht. De president heeft in zijn brief aan dat de lichting die er nu is, november afgerond moet worden. Is het duidelijk wanneer de nieuwe lichting gaat? Misschien moet je de minister vragen. Want zoals het hoort en zoals ik het heb gekend in mijn 11 jaar bij de politie, is dat er voor elke lichting een commissie wordt ingesteld. En zelfs dat is moeilijk voor een minister om te doen. Een eenvoudige commissie, 5-6 mensen zoeken, politiemensen om een lichting voor te bereiden. En dat is een miljoenendeal voor de minister, hij kan het niet doen. Tot op heden is er nog geen commissie ingesteld voor die nieuwe lichting. Terwijl u weet het ook, wanneer jullie bij de bureaus gaan om een aangifte te gaan doen, zit u maar 2 mannen op het bureau. En plus alle de mannen sribi. Als je 10 uur morgens op het bureau gaat, zijn het die mannen die, als je zeg maar je gaat 8 uur 's avonds op het bureau, zijn het diezelfde mannen van 7 uur morgens die daar zitten. Omdat er geen mannen zijn. En als je dat zegt, dan zijn er mensen die komen uitleggen dat je anti de minister bent, dat dit, dat en dat. Maar het zijn feiten, het zijn geen dingen die van ons komen. Het zijn dingen die u als journalist en de samenleving ook kunt informeren of onderzoeken. Even ter aanvulling, en het schrijven dat de president ons heeft toekomen, heeft er dus wel aangegeven dat er al voorbereidingen zijn getroffen voor de volgende basispolitieopleiding, met die verstande dat er al mensen zijn gecontact die reeds hadden gesolliciteerd bij de vorige groep en dus die niet toen dus alles wel al hadden gehaald, maar nog niet in aanmerking waren gekomen of niet toegelaten waren en dat zij dus de voorkeur hebben. Dus dat heeft de president wel aangegeven en geschreven. En zelf dat kan je niet doen zonder een commissie. Je mag die mensen wel bellen, et cetera, maar je kan ze niet toelaten zonder een commissie. Omdat niemand boven de wet staat. Ik niet, u niet. Niemand, er moet een commissie komen, dan pas kan je starten. En als je de mensen deze dingen voorhoudt, dan ben je anti de minister. Wel, laat me dit ervan zeggen. U ziet wat voor cultuur althans in Suriname is. Kom je niet op, ben je rustig, hou je mond. Dan ben je goed gezien. Zeg je iets, dan ben je anti-regering. Dan is er ineens zoveel over je te vertellen. Begrijpt u? Maar de mensen die rustig zijn, over die mensen hebben ze niets. Wel, wij zullen niet rustig zijn. Wij zijn gekozen om de belangen van de politiemensen te behartigen. En dat zullen we doen tot onze laatste dag. En als er fake news gemaakt zullen worden, als er over stichtingen gepraat zullen worden, dat is voor hun rekening. Maar wij zijn er voor de politiemensen en we zullen er voor de politiemensen zijn. U heeft een vraag? Ja, mevrouw Bot. Ja, dat is overleg dan. Dat hebben we niet gezegd als bestuur. We hebben gezegd, de ALV heeft gezegd.
En er is een duidelijk verschil. De ALV heeft gezegd, goed, mooi voorstel. Maar laat de president met iemand komen en in overeenstemming met het bestuur zo iemand benoemen. Begrijpt u? Dus wij gaan iemand voordragen. De president moet met iemand komen en dan gaan we in goed overleg kijken als dat kan. Begrijpt u? Maar de ALV heeft ervoor gekozen om niet iemand voor te dragen. En de ALV die zit boven het bestuur. Dan mogen we het bestuur zijn, ik mag voorzitter zijn. Maar zo democratisch als we zijn, en kan dat niet. Anyway, we hebben wel een voorstel, maar niet wat we nu hebben. Niet iemand die de zaken, die zo naar de zaken kijkt, zoals de minister ernaar kijkt. We hebben iemand nodig die besluiten kan nemen. We hebben iemand nodig die de zaken begrijpt. We hebben iemand nodig die bevorderingen algemeen wil laten plaatsvinden. En niet iemand die bevorderingen in een hoekje wil doen. Dus over profiel gesproken, je hebt iemand nodig om besluiten te kunnen nemen. Net als meneer Ramdin en meneer Abiyamo voor het in 3 dagen om elkaar hebben kunnen krijgen dat 200 resoluties zijn getekend. Waar? Hier. Hier in KPS. Oh. Ik heb weinig mensen gezien die nog vertrouwen in meneer Amoxie hebben. En uit die 500 was het 9 vandaag. En in statistische vormen is dat te verwaarlozen. Begrijpt u? Je kan zeggen dat 100% van de mensen waar de politie mensen geen vertrouwen meer in meneer Amoxie hebben. Je kunt het zetten, 500 staat tot 10. Dan moet je maar checken hoeveel procent. En als je afhaalt naar boven is het 100%. En dat is democratisch toch? Maar als je statistisch procentueel gaat uitdrukken, dan hebben de politieambtenaren geen vertrouwen meer. Omdat je moet niet vergeten, politieambtenaren, als ze vertrouwen in je hebben, hoe moeilijk het ook is, ze zullen hun best doen. Maar wanneer de mensen geen vertrouwen meer hebben, dan doen ze minder hun best. En de samenleving die zit daar, ik zit ook in de samenleving, we zien de zaken, we zien de dingen toch. U bent toch ook ooit eens aangifte gaan doen? Wat heeft de politie gedaan? Op Nieuwehaven, 3 PC's, 20 politieambtenaren, 15 aangifte. Dat is de realiteit. En als je dat aanhaalt, dan ben je tegen regering. Dan willen bepaalde regeringsfunctionarissen show geven en mannentaal praten. Maar wij zijn van onze verantwoordelijkheid zijn we niet boven dat niveau. En we kijken naar het groter belang. En vandaar dat we ook zaken zo aanpakken. Want we kunnen ook zeggen van om bepaalde mensen ook een dienst te bewijzen. En te zeggen van we zeggen het vertrouwen op en dit en dat. En dan bewegen we het naar een bepaalde hoek om in beraad te gaan. Maar wat heeft de samenleving dan daaraan? Niets toch? Even dan. Even daar afvullen hoor. Uw vraag was hoe we ermee omgaan. Zo werkt democratie. Niet altijd is het ieder eens met een besluit. Dat is 1. 2. Soms is het ook aan onbekendheid met bepaalde informatie. Die mensen die zich hebben geuit in de media, die waren niet hier dinsdag 26, toen wij dat besluit hadden genomen. Ze zijn naar hier gekomen vandaag en gelooft u mij, zij hebben bepaalde zaken nu vanuit het bestuur vernomen, vanuit de ALV. En ze hebben bepaalde zaken nu wel anders begrepen. Ze hebben natuurlijk wel aangegeven dat zij nog een vertrouwen hebben. Maar een bepaalde uitleg, zoals zij dat buiten hadden begrepen, is voor hun anders overgekomen toen. Toch? Maar ik blijf er wel bij, zo werkt die democratie. Toch? Daarom wordt er gestemd wanneer een besluit wordt genomen. En zo moeten wij ermee omgaan. Toch? Dus als u ons vraagt hoe wij, of als u zei de voorzitter, maar het is het bestuur, hoe wij ermee omgaan, zo werkt democratie. Niet altijd is het ieder eens met een besluit. Ja, het is de meerderheid die telt. Yes? Wij hebben elke dag contact. We hebben een appgroep waarin wij met elkaar bezig zijn. Nou, net als hoe wij hier in ons bestuur niet altijd met elkaar eens zijn over bepaalde zaken. We praten erover. Precies, zo zijn we ook niet altijd eens met bepaalde zaken. Daar we praten ook erover. Dus dat contact is er.
Ja, tot op dit moment wel, ja. Ik zag u. Jaren. Ja. Dan moet het zo blijven. Nog een keer, laatste. Ja, sowieso toch. Toch? Kijk, veiligheid is duur. Toch? Overal ter wereld, niet alleen in Suriname. Veiligheid is duur. Je gaat moeten investeren. Wil je veiligheid garanderen? Je gaat moeten investeren. Maar waar jij als beleidsmaker daarmee komt, jij moet weten hoe je je zaken regelt. Toch? Als het jaren, jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit niet goed is gegaan en men hier toen niets eraan gedaan, wij vinden dat wij wel er wat aan moeten doen, omdat het zo niet door kan gaan. Want het betreft onze leden, maar ook u als samenleving. U leidt ook de ronde. En dat willen wij niet. Want dit is mijn possie. Nou, uno de possie. We gaan u niet uitschelden. Nou, uno de possie. Nee, we gaan het samen doen. Toch? Kijk. Als die ALV hier beslist, luister, we gaan dat model dat de president heeft gekozen wel doen. Maar laat die president iemand voordragen. U als bestuur, u gaat overleg treden en gezamenlijk gaat u iemand daar aan stellen. Belangrijk is, er gaat daar iemand komen dat in het gemeen overleg tussen die president en het bestuur daar komt om de belangen te doen. Dus dat heeft het eigenlijk niets te maken of wij het nou doen of de president. Belangrijk is, wij gaan overleg plegen. Er wordt overeenstemming gepleegd. Wie daar komt, zodat het werk gedaan wordt. Dat is het belangrijkste. Nog vragen? Goed, alles duidelijk. Eenmaal. Andermaal. Mag ik? Jason, die navraag. Je vraagt Jason. Goed, mag ik u dan bedanken voor uw aanwezigheid. En zodra er wat is, dan hoort u dat wederom van ons. Fijne dag. Wees veilig. Ja, en zo hebben wij dus dan de live uitzending gebracht van de politiebond. Ze hebben dus dan aangegeven hoe ze naar bepaalde zaken kijken en hoe ze dus dan deze zaken verder willen afhandelen. Ik weet niet of ik meneer Antopijn nog kan spreken over andere zaken, want er wordt heel wat gezegd over hem, over een filmpje dat gemaakt is door een filmpje dat gemaakt is door Miguel Abbas. Ik weet niet als hij daarop gaat reageren. Trouwens, ik moet eerlijk zijn, in het vorige gesprek zei hij mij, hij reageert niet op dat niveau, weet je, om met mensen zo op dat niveau te praten. Maar waarschijnlijk zal hij ons wel willen spreken. Ik ga heel stout zijn om toch te vragen hoe jij reageert op de uitspraken van Miguel Abbas. Ik weet niet wie dat is. Er was een filmpje op Facebook waar Miguel Abbas, ik denk dat u deel uitmaakt van de samenleving, u heeft het gezien. Hoe reageert u erop? Ik kan niet erop reageren, ik reageer niet op. Ik kan niet op alles reageren, begrijpt u? Ja. Je moet selecteren waarop je reageert en waarop niet. En ik denk dat zulks beneden maat is om publiekelijk daarop te reageren. Want straks gaat elk willekeurige, niets te eten hebbende persoon iets over je zeggen dan, en die vinden dat ik iets moet zeggen. Maar van jullie wil ik de mensen wel oproepen die vinden dat ze bewijs of wat dan ook over mij hebben, dat ze die met de samenleving moeten delen. Ja. Als iemand kan zeggen dat ik Putini Milando Luna Atompai ooit eens iets ben gaan vragen bij wie dan ook, dan moeten ze dat met ons delen. Ja. Mm-hmm. Maar jullie hebben ook niet eens gerept over de uitspraken die de vicepresident gisteren heeft gedaan over de politiebond. En dat jullie niets komen bepalen hier en Noah minister Negwe. Ik heb niets daarvan gehoord in de persconferentie. Ik heb gezegd, we zitten in de samenleving, we kennen onze verantwoordelijkheid. We moeten de samenleving dienen en dat zijn we niet op show uit, begrijpt u? Als we op show uit zouden zijn, heb ik gezegd, dan zouden we dat zaken in een bepaalde hoek kunnen drukken en een bepaald resultaat eruit laten halen. U heeft zelf gezien
Vanuit de regering hebben ze heel veel mensen naar de vergadering gestuurd. Maar niemand die durft een standpunt in te nemen. Ik heb ook gehoord dat er een motie van wantrouwen zou komen tegen mij. Ik heb het ook niet gezien. Ja. Begrijpt u? Dus we zijn niet op show. We zijn bewust van de taken die wij hebben. Vooral als een van de grootste en machtigste vakbond van Suriname. De samenleving die rekent op ons. En dat heeft het niet met eigen ego te maken of met emotie. Maar het heeft te maken met goed leiderschap. Het heeft te maken met wat wil je van je land. Wat wil je van je samenleving. Waar wil je gaan. Waar... Daarmee heeft het te maken. Het heeft niet met show te maken. En wie harder kan praten. Daarmee heeft het niets te maken. Maar die geruchten, verzwakken die geruchten de power niet van de bond? We weten dat de politiebond een van de sterkste bond is. Maar ja, maar verzwakt dat jullie die power niet? Welke geruchten? Dat er wordt allerlei dingen gezegd over u. Er wordt allerlei dingen gezegd over uw adviseurs. Want Helling en Gentle. Welke dingen? U bent in de Alzheimer-lief, moet ik nog veel meer zeggen. Ik heb zaken van stichtingen van u gezien. U zou heel wat stichtingen hebben op uw naam en al die zaken. En die zaken brengen best wel, mensen kijken natuurlijk anders naar. Er zijn mensen die meer dan 2000 stichtingen in Suriname hebben. Ik heb een markt gezien. Ik heb een gat gezien in de markt daar. Ik heb het aangegrepen. Begrijpt u? De notarissen, die hebben allemaal stichtingen op hun bureau. Om te verkopen. Zelf, dat doe ik ook. Ja. Ik hoor men praten over eigen domeingrond. Ik heb nooit 1 vierkante centimeter in Suriname gekregen. Nooit. Iets gaat met de pensioenfonds? Over pensioenfonds gesproken. De Surinaamse politiebond heeft het project op mijn polder gefinancierd via het pensioenfonds. Dat is gedaan. En ik word gesuggereerd dat ik een functie bij het pensioenfonds wil. Ik ben politieambtenaar. Als ik een functie daar zo niet, maar dan moet ik mijn functie hier neerleggen. Ja. En dat ga ik niet doen. Ik heb gezegd, 2024 bedank ik bij de politiebond. Daar heb ik 8 jaar hier gezien. Daar heb ik er voldoende van. Dan ben ik dan een normaal politieman. En dan kijk ik wat ik doe. Ik heb wel politieke ambities. Dus ik denk dat ik 2024... mijn politieke ambitie kenbaar zal maken aan de samenleving. Maar ik wil de politieman niet gebruiken om mijn politieke aspiraties te bevorderen of dan wel die in een bepaalde hoek te drukken. Ik zeg, vanaf het begin heb ik gezegd, ik ga om tot 2024 te dienen. Nadien bedank ik en eind 2024 probeer ik mijn politieke kleur te maken. Dan wil ik een politieke carrière starten. Dan heb ik, ik probeer zoveel mogelijk de zaken met de samenleving te delen. Ik wil niet een vakbondsvoorzitter zijn die de vakbond gebruikt om daarna minister te worden. Of dat. Nee, dat wil ik niet. Ja. Maar zal het vertrouwen best wel weer komen? Want de president wil gaan werken aan het vertrouwen bij de minister. Geloof je dat dat ooit weer zal komen? Dat jullie weer vertrouwen zullen hebben in deze minister? Want hij gaat niet weg, zegt de vicepresident. Je kan geen vertrouwen hebben in iemand die niet weet. Je kan geen vertrouwen hebben in iemand die getoond heeft in alle facetten incompetent te zijn om het werk te doen. Dus ook als je weer vertrouwen in zo iemand hebben, is het water naar zee dragen. Ja. Dus het heeft niets te maken dat wij geen vertrouwen meer in de minister willen hebben. Of dat we onaangenaam zijn naar de minister toe. Maar de minister die kan het werk gewoon niet aan. En is het ook in de samenleving? Doet hij een testkees? Ik was toch met je op bureau Nieuwehaven. Ja. U hebt toch gezien? Is er een verandering gekomen? Het is erger geworden. En als je wil, ga ik je een van deze dagen weer naar een paar bureaus brengen. Dan mag de samenleving zien hoe de zaken eruit zien. Daarom zeg ik toch, journalisten in Suriname. Jullie moeten ook de individuele politiemannen interviewen. Ja. Desnoods blijven ze anoniem. Maar stel ze vragen. En over verdachtmakingen, ik zeg... Er is zo'n dik dossier over mij atompai gemaakt, over mijn financiële status. Begrijpt u? Men heeft niets gevonden. Men houdt niet zoveel van atompai hoor. Had ik 1 dag iets verkeerd gedaan, was ik zo'n tijd achter slot en grendel. Ja. Maar men mag blijven zoeken, ze mogen blijven zoeken, maar heel veel dingen zullen ze niet op me vinden. Mijn huizen staan allemaal op stichtingen, mijn auto's staan allemaal op stichtingen. Wat is er mis? Met een stichting. Ik denk dat de samenleving ook geteacht moet worden op een bepaald niveau. Op een bepaald moment, zoals ook bepaalde zaken kunnen begrijpen. Maar zoals de zaken er nu zo uitzien,
is het karaktermoord. Maar het lukt ze niet. De samenleving is wel duidelijk van alles. Je hoort zaken over drugs, dit, dat. Ik bedoel van, nou ja, come on. Was je niet naar school gegaan, dan was het je bent dom. Je zei naar school, je bent naar school gegaan, is het nu. Je doet lekker naar Johan was score. Begrijp je? Dus mensen zijn altijd iets blijven hebben. Er wordt gesproken over het buitenfunctie stellen van Raoul, Helling en Gentle. Zullen jullie dat aanvechten? Dat willen we wel zien. Dus ik wil niet praten over dingen die nog moeten gebeuren. Maar wat dit betreft heb ik duidelijke afspraken met de president. En die heeft duidelijk gezegd een ander pad te willen kiezen. En dat we zullen bewandelen. Dus ik denk niet dat het daarop neer. Voorlopig. Ja, ja, het zal dat blijven. Maar dit is ook het niveau van de minister, toch? Een minister, een hoge functionaris, verwacht je dat hij de waarheid vertelt. Begrijpt u? Maar niet dat hij onwaarheden vertelt. Begrijpt u? Of dat hij op confrontatie uit is. Want ben je niet op confrontatie, dat vind je niet op mensen buiten functie te stellen. En ik mag u zeggen dat die politiemannen 100% achter de heren staan. Dus als je daarvoor kiest, moet je weten wat de consequenties zijn. En als er een moment komt waarop we gespierde baal of taal moeten praten, dan zullen we dat doen. Maar vooralsnog is dat niet het moment. Dat is nog niet aan de orde. Dank u wel, meneer Antopay. Dank u. De voorzitter van de politiebond met wie wij gesproken hebben. En u heeft het gehoord. We hebben echt geprobeerd om over alles met hem te praten. Hij heeft op zijn eigen manier antwoord gegeven op de gestelde vragen die wij voor hem hebben gegooid. En hij heeft dus dat antwoord daarop gegeven. Nou, we gaan eruit voor wat deze live uitzending betreft vanuit de politieacademie. Ik ben Gerald Harderwijk. Ik ben er altijd met Roberto Omskerk. We zijn er morgenochtend naar alle waarschijnlijk weer in de uitzending met heel veel flitsen en heel veel interviews vanuit locatie. Ik bedank u voor het willen kijken. Ik zie zoveel mensen in de chat. Ik bedank u voor het willen kijken. Bedankt voor je reacties. En tot een andere keer. God bless. Je evenement, party of any other entertainment promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.